We hebben hele mooie sprekers. Zowel uiterlijk als innerlijk. En ze hebben ook nog eens een keer een heel erg goed verhaal. Onderwerpen die ontzettend belangrijk zijn voor het welzijn van de wereld. Ik denk even aan klimaat en milieu, maar ook onze eigen gezondheid. En het heeft ook een directe link met dierenwelzijn en wat wij eten. Welkom, leuk dat jullie zijn. Ik vind het ook onwijs leuk om hier te zijn. Mijn naam is Twan Wilke. Ik ben al heel lang bezig met zeewier. Nogal langer met de zee, maar zeewier heeft me gegrepen. En ik wil je graag het verhaal vertellen waarom het mij zo aangrijpt en waarom het eigenlijk ons allemaal aangrijpt. Het begon allemaal in Ierland. Daar liep ik stage bij een bedrijf. En dat bedrijf dat merkte dat er heel veel gekke dingen gebeurden met dieren als ze in de buurt kwamen van zeewier. We zien hier een aantal schapen op een eiland in Schotland. Deze schapen leven bijna alleen van zeewier. En die schapen die zijn onwijs gezond. Maar dat bracht mij eigenlijk op de volgende vraag. Waarom eten we geen zeewier? Ik hoop dat we het over allemaal, dus echt iedereen, over 5 jaar eten. Het is het komende 5-jaar-plan. Groente uit zee, zeewier is de groente van de toekomst. Wat is het allergrootste belang van de oceaan? Zuurstof. Dus 25% van alle broeikasgassen wordt veroorzaakt door de vleesindustrie. Nou, ergens tussen de 50% en 60% van de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de vleesindustrie. Zeewier zou wel eens een hele goede oplossing kunnen zijn voor het voedselprobleem. En om mensen die bijvoorbeeld van vis houden in die richting te sturen. Nu hebben we plantaardig plankton, we hebben dierlijk plankton en we hebben plastic plankton. En dat plastic plankton zorgt voor een enorme bedreiging van het leven in de oceaan. Wij zijn gek op plastic. Dat is zo lekker gezond voor de oceaan. Maar deze mooie bidons, die zijn van suikerriet gemaakt. Die zijn bij ons in de stand beneden bij Seafirst te koop. En deze kun je ook winnen. Een bijna transparante of, hier staat op I'm not plastic, of een witte. En zo kunnen we inmiddels al plastic maken van zeewier. We kunnen plastic maken van suikerriet dus inderdaad. Maar ook van aardappelzetmeel bijvoorbeeld. En ook van mais. En wij willen dat die hele plastic cultuur gaat verdwijnen natuurlijk. Stel dat deze fles in de oceaan terechtkomt. Dan valt die heel langzaam uiteen in planktongrote deeltjes. Maar dat is gewoon groente. En die vissen kunnen dat gewoon opeten. Goedemiddag, ik ben Danne van Heutema en ik ben inderdaad koraalrifbioloog. En dan kun je je natuurlijk al meteen afvragen, waarom komt een koraalrifbioloog vertellen over de diepzee? Een van de dingetjes die ik met jullie wil doornemen is dat er dus ook in de diepzee allerlei koraalriffen voorkomen. We weten meer van het oppervlakte van Mars dan van onze eigen diepzee. Het water zorgt ervoor dat satellieten niet een mooie shot kunnen maken van de zeebodem. Het andere probleem is dat door die gigantische diepte de waterdruk daar heel hoog is. Dus het kostte heel veel geld en heel veel moeite om daar iets naartoe te brengen wat kan overleven om onderzoek te doen. En er is geen licht, dus je moet eigenlijk je eigen lampen meebrengen en je kan maar een heel klein stukje bekijken per keer. We hebben niet meer dan 6% van de zeebodem pas bekeken. Dit garnaaltje kan een wolk van lichtgevende inkt afspuiten. En daardoor de vis laten schrikken en wegkomen. Maar deze diepzeekoraalriffen voeren eigenlijk precies dezelfde ecologische rol uit als de tropische koraalriffen. 5 plekken op de aarde zijn zones waar plastic zich verzamelt aan het oppervlakte. Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat heel veel van dat plastic ook afzinkt. Dat we 99% van het plastic kwijt zijn. Rosa is ook marinebioloog. Jij weet ontzettend veel van oceaanverzuring. Maar wat we niet weten, is de andere kant van klimaatverandering, namelijk oceaanverzuring. Wat je dus ziet, is dat over de helft van de CO2 op die manier wordt opgenomen. En de andere helft wordt opgenomen in de oceanen. En zo zie je, ook deze cirkel is perfect. Want ook hier zie je dat er gaat net zoveel CO2 in als dat de CO2 uitgaat. Nou hoor ik jullie denken, wat is dan het probleem? Het is allemaal in evenwicht, hoe komt er nou zoveel CO2 in de atmosfeer? Dus van alle CO2 die loskomt in de lucht, zien we dat 21% van de industrie is. Dus dat is bijvoorbeeld voor het maken van producten. 14% voor transport. 25% voor het aanmaken van energie. En 14,5% tot 18% door de veeteelt. Dus wat zie je? Steeds meer CO2 in de atmosfeer.
steeds meer CO2 opgenomen in zee en door de reactie die dan plaatsvindt krijg je een lichte verzuring. Als je een waterkoker hebt en daar zit kalkaanslag in en je giet daar zuur bij, dan lost die kalk op en die is niet meer beschikbaar, die lost op. Nou, dat gebeurt in zee eigenlijk ook en dat is dus een heel groot probleem voor beesten die een kalkskelet hebben. Te doen. Dieren eigenlijk een liefst zo kort mogelijke periode eventjes zorgen dat die weer sterk genoeg is en dan lekker de zee weer in. Een zak waardoor het water niet zo snel wegloopt en je haalt steeds met je schopje een beetje water en zo kun je hem ook verzorgen. Je mag niet zomaar onderzoek doen op dieren omdat je dan dierproeven aan het doen bent en alle onderzoeken die we doen met de dieren moet vallen binnen het proces waarbinnen we het dier gezond maken. En de reden dat wij oren willen testen is natuurlijk dat je wil weten voordat je hem teruggooit of hij geen gehoorzaad had waarom hij op het strand lag. Het mooiste moment als we diertjes terug kunnen zetten. Om te beginnen moet ik zeggen dat ik het fantastisch vond dat we deze prachtige zaal gekregen hebben. Die hebben we gekregen van het Vechtfest en daarvoor onze hartelijke dank. Dat was natuurlijk al fantastisch. Het andere mooie was één, heel veel mensen gehad hebben alles bij elkaar de hele dag door. En twee, een geweldig programma met heerlijke sprekers. Vooral jonge mensen met heel veel overtuiging hun verhaal vertellen die perfect boven hun materie staan die ze vertellen. Ja, is echt super. Het was super leuk. We hadden hele verschillende sprekers. We hadden iemand die praatte over zeewier. We hadden iemand die praatte over oceaanverzuring. Ik zelf heb het over de diepzee gehad. Dus we hebben heel veel verschillende gebieden behandeld. Wat ik ook heel veel hoorde was dat mensen het een heel mooi rond verhaal hadden. Want ik had dus zeg maar aan het begin een reis met ze door de diepzee gemaakt. En toen op wat voor manier wij mensen de boel daar beïnvloeden. En uiteindelijk wat mensen er zelf aan kunnen doen. Dus op die manier vonden ze het een heel mooi rond verhaal. Dat ze ook zelf dingen mee naar huis namen wat ze konden doen om te helpen. Ja, echt super interessant. Ik heb heel veel plezier aan gehad en ik heb ook zelf veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld SOS Dolfijn heeft vandaag een lezing gegeven en ik had eigenlijk geen idee wat zij deden. Eigenlijk heel goed werk doen buiten het dolfinarium, dus dat was heel, heel leerzaam. En ik heb veel geleerd over zeewier. De meeste indruk heeft gemaakt wat ik vertelde over dat oceaanverzuring al plaatsvindt. Veel mensen hadden dat eigenlijk niet verwacht. En ook dat het iets is wat wij zelf veroorzaken. Dus dat we zelf ook echt dingen kunnen doen om die oceaanverzuring te stoppen. Ja.